Project MIND is het grootste genetische onderzoek naar ALS ooit. Het doel is om de genetische oorzaken van ALS te vinden. Voor dit project wordt het DNA van 15.000 ALS-patiënten en 7500 gezonde controlepersonen wereldwijd geanalyseerd bij het ALS-Centrum Nederland. Beyond Project MIND heeft als doel om alle voorbereidingen te treffen voor de opslag en analyse van al deze 22.500 DNA-profielen uit de hele wereld. De DNA-profielen worden volledig afgelezen met whole genome sequencing, een methode waarbij alle genetische eigenschappen binnen een DNA-profiel in kaart worden gebracht. Dat gebeurt in Amerika door een gespecialiseerd bedrijf. Het aflezen van DNA-profielen levert veel data op. Zo staat de data van één DNA-profiel gelijk aan ongeveer 80 gigabyte. En zijn alle 22.500 DNA-profielen goed voor 2 petabyte aan data. Dat is een stapel harddrive zo hoog als de Domtoren. Project MIND is dus een ongekende uitdaging in benodigde opslag en rekencapaciteit. In het ALS-centrum worden alle DNA-data vergeleken. Om de genetische oorzaak van ALS te vinden, moeten de verschillen in DNA zeer zorgvuldig in kaart gebracht worden. Ieder verschil kan mogelijk een oorzaak van ALS zijn en moet daarom onderzocht worden. Het vermoeden bestaat dat er niet één oorzaak voor ALS is, maar dat er verschillende genetische afwijkingen zijn die een rol spelen in het ontstaan van ALS. Het is dus goed mogelijk dat er verschillende behandelingen nodig zijn om de eventueel verschillende oorzaken van ALS te bestrijden. Vecht mee tegen een genadeloze ziekte. www.als.nl